Bij het uitbreken van de COVID-19-pandemie, meer dan 2 jaar geleden, moest de handel in certificaten worden opgeschort. Een onaangename situatie voor zowel u als certificaathouder als voor Triodos Bank. In onze poging om deze situatie op te lossen, streven we 3 verschillende doelen na. 1. De mogelijkheid om de handel in certificaten te hervatten. 2. De unieke en duurzame missie van Triodos Bank blijven beschermen. En 3. De mogelijkheid om nieuw kapitaal aan te trekken, te herstellen. In december 2021 hebben we aangekondigd dat we werken aan het hervatten van de handel in certificaten via een zogenaamd Multilateral Trading Facility, MTF in het kort. We werken hiervoor samen met Captain, een ervaren partner met een bewezen track record in het bieden van een gebruiksvriendelijk platform. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om de handel in certificaten te hervatten, terwijl we onze missie beschermen. Wat betekent dit voor u? Als u wilt handelen, moet u eerst een account bij Captain activeren. Daarna kunt u uw posities van certificaten inzien op het handelsplatform van Captain. Na een identificatieproces kunt u bij de herstart van de handel weer transacties doen via de online omgeving van Captain. Op het online handelsplatform van Captain bepalen vraag en aanbod de waarde van uw certificaten. En op het online platform kunt u de koers van certificaten en de waarde van uw portefeuille inzien en kunt u handelen. We realiseren ons dat het verplaatsen van uw certificaten naar Captain een belangrijke verandering is voor u als belegger in Triodos Bank. Maar het is een noodzakelijke verandering om de handel te herstellen. Om u te ondersteunen bij de overdracht van uw certificaten naar het MTF-platform, zullen we u de komende maanden informeren en begeleiden om het proces soepel en eenvoudig te laten verlopen. Voor vragen kunt u terecht op www.triodos.nl. Hier vindt u antwoorden op veel vragen over deze wijzigingen en onze contactgegevens.